Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het een nieuwe aflevering van I Mine. We zijn hier bij mijn potato farm. En het projectje is echt al twee maanden oud dat we dat, uh, begonnen zijn en zo. Um, ik heb nog steeds niet die andere erbij gemaakt. Deze is al wel een tijdje al af. Hele kamer en zo. mijn ingerichte redstone ingericht, ligt er allemaal. Maar ik heb echt nog steeds niet die van wortelen en die van de weed gemaakt. Um, ik was toch totaal vergeten dat ik dit ding nog had, überhaupt. En. Daar is een Dark Prismarine dus blijkbaar. Ik was het al kwijt. Maar ja, um, ik kan het ook niet meer afmaken. Want ik heb te weinig uh, Prismarine. Voor mij kan ik hier niet eens een, een hele kamer aanleggen. Of misschien net wel even kijken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, twaalf 11, 12. Nee, dat red ik nooit. Dat red ik echt nooit. Daarom moet ik ook eventjes eerst die Guardian Farm afmaken. En dat gaat ook een tijd... Of wacht, deze dingen maak je ook met squid en zo hè. Volgens mij kan die wel maken. Ik moet even snel even checken. Volgens mij heb je daar per blok. Heb je. Um, acht. Um, shards nodig. En één squid ink. Als dus het goed is. Even kijken. Waar zijn die dingen? Ik heb ze hierin gestopt. Nee. Ze liggen natuurlijk nog bij mijn. ding. De. de, de farm zelf. Maar ja. Um, de laatste tijd was er weinig iMine. Ik weet het, mensen. Ehm. Um, hallo. Oh, Dat doen we eventjes niet, jongeman. Dit, um, die, die, Ze vallen mij dus blijkbaar nu aan. Dat komt door die, Dat um, is die stream van mij. Ik ging met Matthias wat dingen doen. En... Ik had de hele tijd uh, Strength 2. Heb ik aan. En ik had dit zwaard. Of de kills in één hit. En dan kunnen ze nooit boos worden. En blijkbaar raakte ik één met mijn torens aan. En nam toen damage. Waardoor die, ze nu overal op mijn boos zijn. Dat is wel een beetje irritant, maar ja eventjes snel doorheen lopen. Dan uh, komt het goed. Hopelijk. Want wat vroeger zo was, is er waren een paar boos. Zijn die, gingen die dood? Dan um, uh, vermoorden je die. Dan was het gewoon klaar. Maar nu zijn er, is er bijvoorbeeld eentje nog steeds boos. Die, ma die roept tegen de andere zombie Pigman. Zo van. Hé, hey, kijk eens. Uh, we moeten hem aanvallen. En eigenlijk is het nu bijna gewoon onmogelijk. Om van het boze gedoe af te komen. Zo irritant. Moet het echt een keer veranderen. Maar ja, um, weinig iMine. Komt Omdat ik het druk heb. Ik heb um, over een week toetsweek. Ik heb echt heel veel toetsen. Ik heb elke dag twee toetsen. Totaal tien toetsen. Ik hoor uh, wat Pigman. Hopelijk niet boos op mij. Maar ja, um, even kijken. Ik heb hier nog heel veel Prismarine zitten. En hier de shards. En hier wat shards. En wat inksacks. Even kijken. Voor mij doe je dit Zo. Een rondje en dan dit. Ja! Nice. Dus zo maak je de dingen. Dat klopt dus wel wat ik zei. Dat is wel nice. Um, en je kunt ook nog um, de lanterns maken. Volgens mij doe je dat zo. Yep. En dit is een rare drop van de dingen. Net als vis en uh, wat andere dingen. Um, en uh, ja, dat is het enige. Vis en uh, shards en crystals. Um, ik heb dus heel erg druk. Ik moet, uh, ik moet niet. Ik ga gewoon, omdat ik het zelf wel wil, natuurlijk. Uh, heel veel leren. Ik moet tien samenvattingen maken. Want ik heb de komende maandag, dat is 3 november. Dus niet, niet komende, maar volgende week maandag. Heb ik Wiskunde en Latijn. Dat zijn echt twee enorm lastige vakken. Want de wiskunde gaat het over. Um, Chroniometrische verbanden. Dat is de eenheidscirkel. En dan moet je met sinusco, sinus, cosinus en altijd gezeik Niet hoeken berekenen, maar echt de eenheidscirkel moet je daar weer. Differentiëren, integreren, allemaal gezeik erbij. Dat is lekker lastig, vijfde klas wiskunde B. Um, in Latijn moet ik iets van... Uh, twee teksten uit mijn hoofd leren, twee brieven van Seneca, brief 7 en 47. Dat zijn totaal iets van... Uh, 200 regels uit mijn hoofd leren. En dan gewoon elk woord kunnen vertalen. Oké, okay, ze zijn boos op mij. Niet lief en ook nog uh, elk woord kunnen begrijpen en uitleggen waarom die vorm is, waarom het een uh, weet ik veel een dativus comparationis is, um, een uh, dativus combo die allemaal moeten uitleggen, zo lastig. En dan ook nog KCV, klassieke culturele vorming, natuurkunde over alle krachten en zo, en de arbeid ervan. Bijvoorbeeld ik moet, ik moet dan bij uitrekenen bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld som, maar een, een uh, benzinegebruik. Ze zijn niet boos op mij. Yes. Oh nu wel. Oké. Okay. Een uh, benzinestookverbruik is bijvoorbeeld 33 keer 10 tot de macht 9 joule per liter. En de auto heeft een uh, een uh, luchtweerstand van 80 per uur. net een luchtweerstand van uh, 400 newton Bereken hoeveel kilometer hij kan rijden op 1 liter. Zulke sommen. Ze zijn zo lastig. Allemaal leren nog heel veel AK, Nederlands, maatschappij, dus scheikunde, Engels en biologie. Ik moet zoveel leren. En ik ben ook daarom niet eens toegekomen om IMine te doen. Ik denk, ik ga nu toch even zin opnemen. Gewoon om jullie de komende week zoet te houden. En dan ga ik na de toekomst weer verder met IMine. Want IMine is echt de meest tijd innemende series die ik heb. De laatste check aflevering was ook heel veel tijd innemend. Maar er was gewoon dat ik veel zin aan. Ik had een server, ik was zo lang niet meer op geweest. Ik had echt zoiets van: ik moet even online komen. Ik heb het al. Een maand niet meer geüpload, nou al meer dan een maand en ook maand niet meer gespeeld. Dus ben ik ook toen online gegaan en lekker lang opgenomen. Is dus ook een lekker lange aflevering van gekomen. Maar um, Dat kan het dus nu niet meer doen de komende week, want ik moet heel veel samenvattingen van ik maken. Zoals dus ik zei. Maar ja, um, ik ga eventjes wat dingen nu smelten. En dan uh, ben ik zo terug. Oké, okay, wat ik nu ga doen, ik ga even bij de spawn van Team Geel ga ik even een townhall bouwen. Ik heb nog helemaal geen design. Uh, dat komt ook mooi uit, want ik ga nu ook direct een film kijken. En ik kan mooi onder het kijken van de film even iets bedenken. En ik ga daarna een timestamp opnemen van het bouwen van de Town Hall. En wat we erin gaan, daar in het, mee gaan doen en zo, wat we erin gaan opslaan, is uh, al onze overwinningen van ons team. Nou, um, we hebben zogenaamde i Events elke uh, nou, maand ongeveer. Um, en het allereerste event dat uh, was dus um, het, de opening van het seizoen, de eerste vier afleveringen, was met de Dragon Hunt. Ik weet het even zo staan. Uh, dan zie je in mijn hoofd. Um, en die heeft ons team gewonnen. Heb ik een uh, June vooral een beetje gewonnen? Koen ging later weg. Joost ging veel eerder weg. Dus uh, hebben June en ik even de overwinning voor uh, ons team bezorgd. En dat is eigenlijk een overwinning van event nummer 1. En als uh, prijs, bokaal, dinges, uh, beker is dus de Dragon Egg. En die gaan we dan ook in opslaan. Gaan we een mooi uh, altaartje voor maken. Ik wilde eerst iets heel groots maken. Maar dat gaat, dat, dat gaat niet meer door. Want. Uh, Koen is van de server af. En dat uh, moest we wat eerder hebben gemaakt. Maar nu is dat al te laat daarvoor. Um, event 2 was met de walls. Ik kon niet bij zijn, jammer genoeg. Ik had uh, druk met uh, school. Die uh, dat punt. En ik kon sowieso niet bij zijn. Want ik uh, was om 7 uur. En ik ga altijd die tijd eten. En ik kon het gewoon niet verzetten. Ik had dat, dat gewoon niet meer regelen. Um, ik moest ook koken toen. <laughs> maar ja. Um, en event nummer 3 komt binnenkort eraan. En event 2 wonnen wij. Dankzij Joost Martijn en June. Want uh, Martijn is nu lid van Team Geel. Tint um, Koen eruit is. Dus uh, we, hebben, we hebben twee van de twee events gewonnen. En dan gaan we dus in die, uh, dat uh, gebouwtje dus, uh, wat bokalen uh, maken. Wat uh, herinneringen. Misschien ook wat uh, voor Ironman UHC-overwinningen. Als een teamlid voor ons die UHC gewonnen heeft. Nou, van seizoen 1. Dat wil Matthias en Jordi. Nou, beide niet in Team uh, Geel. Seizoen 2 wonnen ik en Maker Tim. Nou, Maker Tim zit in team... Ik weet ik nog niet. Volgens mij nog geen team. Um, maar die komt niet te geel sowieso, want zij zit al vol. <laughs> en, maar ik heb die ook gewonnen. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat we voor Eima Youth seizoen 2... Um, ook de overwinning kunnen schu schuiven naar het team geel. <macht> omdat één lid ervan ik heb gewonnen. En uh, Youth seizoen 3... Dat, uh, dat komt binnenkort wel uh, bekend. Dat uh, wordt 31 oktober bekendgemaakt. Eén dag na mijn verjaardag... Ja, ja, ik ben een jaren, 30 oktober. Uh, ik weet het al lang wie gewonnen heeft, maar ik zeg er helemaal niks over. Um, maar dan, uh, ja, afhankelijk van de uitkomst daarvan, kunnen we misschien een bokaal, een prijs, een beker in onze al plaatsen. Dus ik ga even het ontwerpen nu, een film kijken. Ik kijk de film National Treasure 2007, deel 2, Book of Secrets. En dan, uh, tot. Zo. Oké, okay, het heeft een uurtje gekost om dit te bouwen. Um, ik heb alleen de achterkant en de linkerkant nog niet af, maar hij ziet er nu wel bazig uit. Wat me nu wel opvalt is dat het heel erg. Um, het, het gebouw lijkt alsof Smooth Lighting uitstaat. Kijk dit, nu is alles zo saai. Zie je, er is niet echt een kleurverschil. Maar kijk naar het gebouw, en dat is even een overgang. Volgens mij zit er niet echt een verschil in. Maar ja, um, ik vind het wel uh, basisig uitzien. Ik heb gewoon op uh, Google met afbeeldingen gezocht op uh, Town Hall. Ik vond deze. Ik denk, ik ga hem eventjes in Creative nabouwen. Kan ik het laten zien in Creative? Doe-doe-doe, Actie, Fells. Ik heb een keer een random naam uh, ingetypt. Kijk, okay, dit is hem. Ik heb er nog zo'n ding bovenop gedaan. Die vond ik daar. Er van de wat uitkijktouren, denk ik. Maar ik ga hem niet bijbouwen. Dit is trouwens mijn tweede creative uh, bouwwereld. De andere is gecrashed blijkbaar. Ik heb geen idee waarom. Ik kan hem wel openen met MC Edit. Met echt alles maar behalve. Als ik inlog met uh, Minecraft zelf. Dan crasht hij. Even een hele snelle tour door deze wereld. Dit is het ontwerp. Ik ging eerst zoiets doen. Nou lelijk. Daarvoor nog dit. Maar dat is ook heel lelijk. Netter op design. Maar nooit afgekomen. Wine mine. Dit is een tunnel van de vorige server nog. Die tunnel die liep van mijn... Uh, naar mijn uh, villa toe. Dit is een ons Minecraft. Een nieuwe brug voor mij. Ja, ik maak voor brug. Ik vind deze wel nicer uitzien trouwens. Best wel ziek. Um, basisontwerp. Niks van gekomen. Nog een basisontwerp voor uh, op iMine. En dit is. Um, ontwerp van dat ding. Die, die schacht. Dit la, dit, of het opzillende ding. Heb ik heb geen idee. Deze brug ken je wel. Heb ik net pas gemaakt. Mijn eigen huis in real life. Dit is voor een render van uh, Tom's Minecraft op pas. Dit is een uh, test met Cave Spider Farm. Allemaal andere dingen. En ik wilde dus eerst wilde ik dit ding maken: en met Joost, Koen en uh, June samen. Als dat monument. Hier de beacon, het erken bovenop. Een soort Statue of Liberty met al zijn skins. Kunnen zien: hoofd van Joost, mijn lichaam. Koen's handen en June's uh, poten. Volgens mij. Waar nooit van gekomen. Ehm. Um, op het moment lijkt mijn internet als een gek, um, even kijken, ja nu niet meer, maar ik heb continu, um, sinds vanmorgen, ik even checken, geen internet, jammer genoeg, dus uh, um, ik heb hele geprutst, twee uur lang, ik af en toe deed het weer, nou net nog een uur geprutst, en nu, sinds een paar minuten doet hij het weer stable, ik ga gewoon, oké als ik zie dat hij het weer werkt, ga ik direct online en ik kan eigenlijk weer opnemen. Aflevering hoorde eigenlijk gisteren, of dan maandag online te komen. Maar die komt pas dinsdag door die ene internetuitval. En ik had vanmorgen een uh, dubbel tussenuur En dat tussen uur wilde ik het helemaal af gaan maken. De aflevering. Maar dat uh, lukte dus niet. Maar ja. Um, het gebouw staat er bijna helemaal. Um, ik wil dit trouwens veranderen, denk ik. Ik had een nieuw idee in mijn hoofd. Voor mij had ik dit in mijn hoofd. Om dit zo te doen. Iets achter dan het geluid. Dat is wel erg hard voor mij. Um, nog steeds trouwens. Even mijn microfoon draaien. Dat is beter. Um, dit. Dat vind ik beter, denk ik. Ja, dat is beter. Maar ja. Um, Gevels. Dit als het ware. Dat zie je wel. Wat dat pilaren. Hierboven ook wat de belichting gedaan voor. Uh, ziet er mooi uit als het s nacht is. Uh, Snachts is. Of nacht is. En zie je dat ramen. Ramen, ramen. Um, ik ga trouwens de verdiepingen 2,5 blokken hoog doen. En ik ga, denk ik, wat Birchwood gebruiken als plafond. Even kijken of dat er mooi uitziet. Ik denk dat het dark heel, ook uh, heel erg mooi eruit ziet. Even kijken. Dit is trouwens dark ook. Uh, <laughs> dark ook uh, deur. Maar ja, um, ik kan zien: dit raam Dat eindigt uh, hier. Dus ik kan hier begint ook het, uh, uh, de voor. En een vloer die deze vloer zit op slabs dus en ik denk dat ik dat wel uh, het is een beetje raar om je vloer op slabs te maken alleen je kan als je dat doet echt geniale meubels maken daardoor en dan wat ik ook nog ga doen is ik ga het plafond nog een dubbel onder doen een andere kleur dus heb je waar een uh, dubbele uh, plafond je ziet er wel watergrijs uit denk ik alleen het enige jammer is dat je dan hier nog zo'n randje boven hebt dat is dan wel uh, stom. Even kijken of je dat echt uh, ziet. Ik denk het niet. Ah, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik ga hem echt heel erg rijkelijk inrichten. Zoals ik zei, onder andere met ook nog een plekje voor uh, de, de, de prijzen. Ik ga wat wol halen. Want uh, hier begonnen we ook in seizoen 3. Uh, uh, June, Koen, Joost en ik. En uh, de egg is er nog steeds. Gelukkig. Even kijken of het lampje aanstaat. Jee. Tijdelijke shrine. Voor drie maanden dus. Nog steeds geen. Maar hij komt in het uh, stadhuis te staan. En dit is nog steeds mijn farmpjes hier. Dit is allemaal van Joon. June, June zijn echte baas zit hier. Kijk maar eens afleveringen. Want hij heeft er pas weer in opgenomen volgens mij. Gisteren weer. Um, even kijken. Ik zoek één iron. Of uh, shears. Ehm. Um. Even iets uh, langzamer kijken. Nee, hier zit niks in. Hier ook niet. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik zag wol. Ja, dat wil ik hebben. Even kijken. Ik neem het allemaal mee. Dit is, toch voor, dit is onze team chest. Ik kan het dus gewoon gebruiken voor uh, het maken van de, uh, de stadhuis. Maar die komt ook grotendeels van mijn uh, um, grondstoffen. Oké, okay, wat meer van deze rozen dan maken. Ik heb nog boomhul als het goed is. Even kijken. Yep. Uh, zo. Even wat meer maken. Perfect. Je vraagt vast wat ga ik nu doen? Nou, dat zie je zo wat ik ga doen. Wordt denk ik wel nice. Um, zo. Dat is al genoeg voor nu. Zo, wat sticks erbij. Even wat meer maken direct. Zo. Du -du -du. Dit kan wel nice worden. Zweven deze dingen trouwens. Even kijken. Kut. Dat is wel jammer. Had ik eigenlijk al gehoopt dat die dingen gingen zweven. Dourt, dankjewel. Um. Kijken. maak even een vensterbankje bij. een vensterbank. Ja. De vloer komt trouwens hier wel op normale hoogte hier. Uh, deze hoogte dus van hout. Oké. Okay. En. Gordijnen. Voor mij ziet het er niet echt super mooi uit van uh, binnen. Maar van buiten denk ik wel. Even kijken. Ja. Dat ziet eigenlijk best wel lelijk. <laughs> ik denk dat het ziet er wel mooi uit. Ik doe ze trouwens schuin. Want dat. Uh... Ik kan nog een beetje naar buiten kijken. Maar blijkbaar is het toch lelijk. Anders testen Volgens mij ziet het er ook heel erg uit Even kijken Hm Dat is jammer Oké, okay, dit kan wel Bij die kleine raampjes Maar die van driehoog zoals ze niet, maar bij deze wel Je kan ze blijkbaar tegen planes aan Of planes, uh, paints aanplaatsen Gewoon zo Ziet er wel nice uit Maar ja, ik ga eventjes een vloer en plafond erin leggen en uh, dan zie jullie zo. Dan gaan we wat dingen inrichten. Denk ik. Um, het valt me nu pas op dat het ding helemaal niet symmetrisch is. Ik ben aan deze kant, de rechterkant. ben ik het raam niet vergeten. Zo <laughs> so dom dit. En normaal, weten jullie vast wel. Ik ben nogal um, prikkelbaar daarvoor. Als ik zie dat iets niet symmetrisch is, ga ik ook helemaal. Uh, erg. Um, maar dat viel me het eens op nu. Dat is wel raar. Um, maar ja, um, ik ga dat niet meer veranderen, deze dus aflevering. Dat ga ik een andere keer doen. Maar ik wil even vooral laten stemmen nu. Um, want wat vind, je, wat vind je mooi is, beide kanten zo zijn of beide kanten zo zijn? Laat even achter in de comments. Uh, linkerkant, twee keer de linkerkant, zeg dan maar appelmoes. En de rechterkant zegt dan maar. Um, even een uh, leuk woord. Ehm. Um, ehm. Um, Even kijken, wat is een leuk woord. Even, even in mijn kamer kijken, kan maar zien. Um, ik zie, uh, ah, uitzicht. Ik zie uitzicht. Nu, ja. gewoon als ik mijn raam het kijk. Dus als je links, teken linkerkant wilt, zeg maar appelmoes. Teken rechterkant, zeg maar uitzicht. En uh, dan zou ik even kijken uh, waar de meeste keer op, op, op uh, gestemd is. Maar ja, uh, um, ik heb iets wat dingen binnen laten zien. Ik heb wat uh, dingen gebouwd, alvast. Uh, allereerst is het trouwens gewoon een uh, trapje. Dat zie je wel. En... Ik vond het wel nice. Ik, ik denk dat misschien dit iets mooier eruit ziet met uh, dit. Maar. Ik, uh, ik probeer wel eventjes wat. Want dit is meer uh, steen. Dit is meer echt uh, iets waar je op. Uh, ik te het ik weer. Baksteenachtig. Dat is meer realistischer, lijkt mij. Dan um, ik het af. Maar ja, dit is de binnenkomsthal. Het is wel jammer dat je in Minecraft niet. Um, verticaal slabs kan plaatsen of gewoon blokken hebt die je verticaal kan plaatsen en dan één of twee pixels dik zijn zoals in uh, microblocks want daar kon je gewoon, in zijn muren kon je als het ware beplakken, want nu is de binnenkant hetzelfde als de buitenkant en ik ga trouwens eens dingen geel maken, want het zijn natuurlijk geel hier um, ik heb hier alles in tweeën verdeeld um, hier gaat een uh, deur, in dit gedeelte met een uh, best wel geinig plafonnetje vond ik Eerst wil ik dus dubbel doen, maar ik doe het gewoon zo. Dat vind ik ook wel oké okay, eruit zien. En hetzelfde is dus. Uh, in deze kamer die iets kleiner is dan de andere. Maar je weet al waarom. Um, hier is een trap, een dubbele trap. Gaat zo. Met een uh, balkonnetje hier. Oeh, ik kan het uh, ook hier nog liggen. Hallo, oh, gaat niet weg? En hier ga ik een tuin maken. Gewoon iets uh, luxe met wat heggen en zo. Wat bloemetjes. En dit is wel som van mij. In de design. Dat ik zo omhoog moet gaan. Want ik kan ook natuurlijk de deur gewoon laag plaatsen. Maar dan heb je dit erin de weg, zie je? Dus dat gaat niet. Dan um, moeten dus maar eventjes gaan springen. Maar ja, niet zo erg. Um, het plafond ga ik nog even wat uh, beplakken met dit, denk ik. Overal uh, zo doen, denk ik. En. Kijk, hier kan dat dus niet echt goed. Ga ik denk ik zo doen. En ik ga dan niet doen dat ik alles precies erop ga uh, zetten. Dat is zien wat ik bedoel. Ik ga nu niet uh, dit doen. Nee. Ik ga dan dit zo doen. En zo en zo en zo. Zo'n dakje erop zetten. Of plafondetje eigenlijk. Wordt wel nice, denk ik. Uhm. Maar ja, we hebben dus totaal nog vier kamers. Daar, daar, daar en daar. En ook krijgt een uh, aparte functie. Het kan natuurlijk wel logisch zijn om elke teamlet een kamer te geven. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Dat we hebben, iedereen heeft eigen basis al. Ik wil gewoon hier dit, dit stadhuis um, gewoon inrichten voor echt gebruik. Dat we het echt uh, gaan gebruiken voor vergaderingen. Um, om. Uh, geen idee waar we over kunnen vergaderen. Maar gewoon. Uh, meer, het gaat meer om. Uh, uiterlijk dan uh, door van uh, functie, um, maar ik denk dat ik hier uh, de prijzenkamer ga doen, dus even wat signs maken, even nog drie bij, oh sorry tante, hè? dat ding lijkt onzichtbaar nu, die uh, dat uh, die P, maar is niet zo, weg. Oké, okay, dus hier komt de uh, prijzenkamer. Zo. Of eigenlijk, Tro. Trofee fuck trofee. Of is het nou 1e. Volgens mij is dit het. Ik weet het niet zeker. Even snel checken. Jee, goed. Oké. Okay. Um, ik wil ook ergens een open haard doen. En ik denk dat ik die ergens hier wil gaan doen. Want hier is niet zoveel hout. Ik kan dan denk ik of ik ga doen. Wacht deze dingen kunnen wel verbranden. Dat is wel zo. Ik heb hier, kun je zien. Is een schoorsteen. Dus ik kan hier een open haard bouwen. Ik moet het raam eruit. Dat is niet zo erg. Ik moet trouwens nog een muur hier maken. Ik heb uh, geen bricks meer. Um, ik kan niet het ding uh, dat hier veel verplaatsen. Het uh, plafond. Met bijvoorbeeld steen. Dus ik denk dat ik beter hier de open haard kan doen. Um, want dan kan ik namelijk. Ik kan hier wel carpet op leggen. En dan kan ik het wel verplaatsen met steen en carpets erop. En dan gaat het niet te fik in. Alleen volgens mij het plafond weer wel. Dus ik moet even wat zien uh, uit de vogelen daarvoor. Maar uh, ik denk voor hier nu even gewoon de huiskamer. Hier doe ik wat uh, broekkasten hier of zo. Uh, een bankje hier. Wat vuur. Tv'tje, veetje. Um, pooltafel. Muziek. Gewoon een uh, chillkamer voor ons allemaal. Dan doen we hier, denk ik, de vergaderkamer. De vergaderkamer. En hier doen wij. Um... Wat kan er nog meer in? In het stadhuis. God, archief. Doen we gewoon allemaal opgeslagen bestanden. Over mensen in een server. Over overwinningen. We hebben natuurlijk nu twee eventen al gewonnen. Morgenavond recorden en we weer eentje. Maar ja. Ehm. Um... Ik denk dat ik volgende keer even verder ga met het inrichten. Want ik kan je ook eventjes vragen. van uh, welke kant jullie het mooist vinden. En dan kan ik op, de, op basis van de grootte van de kamers. kan ik een beetje rekening houden met, uh, met meubilair en zo. En kan ik vast gaan inrichten. Of cam. in een uh, creative wereld Maar ja, um, als jullie het leuk vindt, kun je een like geven. Bedankt voor het kijken, mensen. Um, morgen komt er volgens mij. als het goed is, Tom's Minecraft uit. op mijn kanaal. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot. De volgende keer.